Breda Nu. Je weet het meteen. Breda houdt wel van een biertje. Maar waar voldoet een goed biertje aan? Een grote schuimkraag of een kleine schuimkraag? Daarvoor zijn wij vandaag bij de biertapwedstrijden in Kerkplein. En dan kunnen we zo direct aan tap nummer 1 zien met nummer 24, Daphne Sandstra van Vulling. Op tap nummer 2 met nummer 10, Thalassa Bogus van het Hart van Breda. En op tap nummer 3 met nummer 34, Rosalie Timmermans van de Bruine Pij. Meneer, waarom een biertapwedstrijd? Waarom een biertapwedstrijd? Dat doen we eigenlijk jaarlijks, elk jaar in de horeca. En we doen het al jaren in Breda. En het is een beetje samenhorigheid in de horeca natuurlijk. En het is de volgende stap. Als je een biertje tapt, doen we altijd op dezelfde manier. Altijd standaard, zo snel mogelijk. Op deze manier krijg je een beetje extra invulling. Hoe dat het daadwerkelijk weer vakwerk wordt. Hoe dat je een biertje moet tappen. En dat je ermee bezig bent, dat je een mooi product neerzet. En als ze meedoen, nemen ze de manier waarop ze moeten tappen, nemen ze een hele lange tijd mee. En dat geven ze ook door aan hun collega's. En dat, ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat het biertje in Breda weer op een mooie manier getapt wordt. En dat het weer echter wordt. Waar let u speciaal op als jurylid? Wij letten erop dat de behandeling van het spoelen heel goed is. Dat het glas echt goed schoon is. Geen vetrandjes. Dat het mooi inkolkt. Dat het rondgaat in het glas. Dat de schuimlaag mooi vormt. Dat de afschuimer gebruikt wordt op de juiste manier en niet als drumstokje. En dat het een mooi bolletje vormt waar de koolzuurbellen onder blijven. Waarom heeft een biertje een schuimlaag? Bier heeft een schuimkraag omdat het mooie product bier in aanraking komt met het koolzuur en de lucht. Dat het kolkt in het glas en dan krijg je die mooie witte, ja, volle schuimkraag van waar je in wil happen. Wie gaat er naar huis met die wisselcafé, die mooie gouden tapkraan? En wie gaat er naar de landelijke finale? Wat krijgt de winnaar? Nou, de winnaar krijgt natuurlijk de eeuwige roem voor een komend jaar. Hier in Breda zijn 5 deelnemers, de eerste 5, de top 5, die mogen doorgaan naar de halve finale. En uiteindelijk gaat daar de winnaar door naar de finale. En als ik die goed heb, is die bij de Horecava. Is dat. En dan, als je dat wint, krijg je nationale bekendheid. En dat is leuk voor de horeca, leuk voor de barman die gewonnen heeft, maar ook leuk voor de zaak die gewonnen heeft. Dus automatisch ook goed voor Breda, als we zo ver komen. Wat is volgens u het perfecte biertje? Deze. Breda Nu. Je weet het meteen.